Ken jij de stemmen van de aliens die in de Film Days clip bioscooptickets gaan kopen? Ze behoren toe aan bekende Vlaamse acteurs. Geen lightsabers in de cinema, Ospie. Allee, komt daar nu af? Ik heb eigenlijk mijn gewone stem gebruikt voor de alien. Ik weet niet wat dat zegt over mijn stem. Then again, niemand heeft ooit een alien horen praten. Het kan goed zijn dat die allemaal praten zoals ik eigenlijk. Het is toch wel echt acteren? Het enige is, je ziet het niet, je hoort het alleen maar. Dus ik denk dat dat echt acteren is. Ik hoop dat alleen acteurs dat kunnen, anders dan hebben wij veel minder werk. De Film Days tickets haalde van 23 tot de 26 september. En dan maar 5 euro nog voor een ticket. Ja, ik heb al behoorlijk veel stemmenjobs gedaan. Oh, heel verschillende, van een hamster tot een geile prinses, tot bezorgde mama. Het is allemaal even zot, hè. Of je speelt een vis, of je speelt een kieke. Alles kan spreken. Een kast kan ook spreken in een animatiefilm. Ik vind dat leuk. Ik vind dat super tof, omdat dat is heel weinig ijdel. Je moet alleen maar bezig zijn met je stem. En hoe dat je eruit ziet, doet er niet toe. Je moet in 30 seconden de mensen warm krijgen, hè, voor de Film Days. 5 uur en een half. Hoeveel seconden was dat? Nog geen 6. En het was al gezegd. Eigenlijk moet het erbij zijn, want het is gewoon de kick-off van het filmseizoen. Als je de Film Days niet hebt meegemaakt, dan heb je geen recht om andere films te bekijken dat jaar. De Film Days is een ongelooflijk goed idee. Van 23 tot 26 september. Ik ben fan. Ik zou het doen. Ik ga het doen.